Dus je bent net zo, je ziet die penis. Je kijkt hem aan, in zijn ogen. Kijkt hem aan, ja, en dan, doe maar voor. Ja. Je doet niks. Niks doen. Ja. Vandaag zijn we op de plek waar je... het prachtige, nobele en zeer urgente vak leert van... pijpen. Ja. Vandaag zijn we namelijk aan het werk bij... de pijpcursus. Hoi, Jurre. Joël. Je nieuwe werknemers melden zich. Oh, ik ben enthousiast. Nu al? Ja, eigenlijk wel. Zo. Gelukkig. We hebben nog een hele dag te gaan. Ja. Jij geeft pijpcursussen? Dat klopt. Ja, waarom? Een paar jaar geleden was ik in Amsterdam iemand aan pijpen en die zei... hier moet je geld voor vragen. Ik zei van, echt? Als in porno? Toen zei hij, nee, je moet mensen leren. En toen dacht ik, mijn gift delen met de wereld. En hier zijn we dan. Oké, want wat zijn een beetje de dingen die wij moeten doen vandaag? Ik ga eerst aan jullie uitleggen wat de les een beetje inhoudt en hoe jullie het beste les kunnen geven. Oh ja, oké. Dan daarna komen er cursisten binnen. En dan gaan jullie daadwerkelijk de les geven. Oké. Spannend. En wanneer doen wij het goed? Waar ga jij op letten? Mensen zijn toch wel een beetje terughoudend en soms een beetje preuts. En dan is het heel belangrijk dat mensen zich heel erg comfortabel voelen. Of jullie het ook lukt om met humor een beetje te spelen. Dat maakt mensen ook wat comfortabeler. Oké, dus we moeten eigenlijk een beetje letten op een ontspannen sfeer. Ja. Een beetje humor en de theorie goed brengen. Ja. Klinkt goed te doen, dus vol goede moed op naar klus 1. De lesstof erin stampen. Hop. Wat zouden jullie denken dat de eerste stap zou kunnen zijn? We hebben de broek opengemaakt. Woef. De ontmoeting van de penis. Ja, wat doen we dan als allereerste? Ruiken. Ja, precies. Nee, oh echt precies. Ruiken? Nou ja, vooral kijken. Oh. Kijken, want nou, stap 1 is namelijk... toch de ontmoeting. Hygiëne. Ja. Ah. Dus hoe gaan we in de praktijk hygiëne doen? We gaan condooms omdoen. Kunnen jullie dat? Nou... dat weet ik niet. Eerst check je de houdbaarheidsdatum. Oh, slim. Dan doe je hem zo. Nee, hallo. Nee, ho. Het gaat hier al even mis inderdaad. Ja, het gaat mis. Je moet hem hier uitrollen. Je moet zo het tuutje dicht houden, zodat er geen lucht in gaat ontstaan. Oh, en dan wrijf je hem eroverheen. Oh, kijk, heel goed. Geld is dit om te doen, eigenlijk. Je moet echt het tuutje... Hé, niet zo hard. Ho. Ik vind dat je dit heel ruw doet allemaal. Oké, dan gaan we naar stap 2. En dan maken we gebruik van onze hersenen. Oh ja, je moet een beetje in de mood komen. Teasen. Heel goed. Teasen. Je bent naar beneden gegaan, de broek is open, yeah. Je hebt hem vast en... je freeze. You just freeze. Echt joh? Gewoon even ademen. Dan voel je die warme adem zo tegen de eikel aan. Joh. Dus om een opbouw te creëren gaan we beginnen met textuur. Dus onze lippen is het zachtste. De binnenkant is dat eigenlijk de binnenkant van onze wangen. Dat is een gladde spier. En dat is gemaakt uit dezelfde textuur als de vagina. Oh, howdy do. Je hebt gewoon even een beetje de kusje gegeven, een beetje langs je lippen gedaan. En dan denkt hij misschien, oh, nu gaat het beginnen. Nee, nog niet. Nee. In ons stap 4 introduceren wij een beetje dominantie. Oh. Maar hoe gaan we dat overbrengen? Hoe kunnen we dat aangeven? Je kan het zeggen, maar je kan het ook op een andere manier even overbrengen. Kijken. Heel goed, met de ogen. Je hebt dus de onderdanige ogen, dat is heel erg open, wenkbrauw omhoog van... ja. En dan tegen... ja. Oké, Ariana Grande. Dat zat er helemaal in. En dan het tegenovergestelde daarvan is juist meer het gezicht kleiner maken. Door de wenkbrauwen kijken, squinting the eyes. En daarmee geef je een beetje aan van... ik ben de baas. Nu gaat het gebeuren. Nou... stap 6. Doen we weer even niks. God, weer niks doen. Ja, kijk. Ja, hier word ik een beetje moe van. Wanneer gaan we een keer wel aan de slag? En dit is precies waarom dit erin zit. Dit is precies waarom het erin zit. Want dan is de persoon meestal licht gefrustreerd van, nou, komt er nog wat van? Oh, ik ben zo doorzichtig. Ja. Wat erg. En dan gaan we daadwerkelijk beginnen. Stap 7. Bye. Woe, daar komen we van! Yes, eindelijk. Ja. We gaan wel gewoon bespreken
goede tips voor bijvoorbeeld deepthroaten, want dat is waar mensen vaak ook al vragen over stellen. Wat heel belangrijk is, is het ontspannen van je keel. Want als je namelijk je keel heel erg gaat aanspannen, dan wordt het alleen maar kleiner, wordt alleen maar moeilijker. Dus door inderdaad te gapen, kan je je keel ontspannen. Als je je kin omhoog kan doen op een of andere manier, door over het bed te gaan liggen of gewoon wat hoger je kin te zetten, creëer je gewoon een rechte lijn naar beneden die de natuurlijke weg van de piemel gaat volgen. Ja, en wat als je dan aan het oefenen bent en je krijgt een gag, dan niet elke gag betekent dat je gaat overgeven. Als je dan een beetje bij jezelf begrijpt, oh, maar dit was een lood alarm, dan kan je gewoon doorgaan. En dan gaande de les, iedereen natuurlijk tussendoor vragen wat stap 1, wat stap 2. Mm. En op basis daarvan kijken of mensen goed hebben opgelet. Mm. En dan ze een certificaat aanbieden. Als ze het goed hebben gedaan. Als ze het goed hebben gedaan, we zijn wel gewoon streng. Oké, we kunnen er niet meer omheen. Klus 2, de cursus geven. Hallo! Hallo! Kom binnen! Oké, open jij hem? Ja. En dan pakken we hem daarna samen op. Ja. Ja. Het ging er toch om? Dat ja. Van, stel, je ziet penis. Ja, oh ja. Toch of nee? Nee, wat is belangrijk? Dat is het bij pijpen. Veiligheid. Die. Dat is het toch? Humor. Ja. Oh nee, dat was voor ons. Sorry. Het is, stel je zit met een persoon en je doet de broek uit en daar is de penis. Ja. Waar begint het dan? Als je denkt, oké, nu ga ik de kukkie-sukkie doen. Ja, kijk, de Connie. Connie. Oké, en dan mogen jullie hem nu openmaken en dan ben ik benieuwd naar de techniek, hoe jullie hem nu... Ja, daar gaat hij al, heel goed. Oh, die zit al. Oké. Ga ik een beetje rondlopen, ja, even door precies. De klas. Oh, deze is ook prachtig. Dikke 10. Prachtig model. Heel mooi. Dan, als we de eerste stap hebben gehad, hygiëne, dan komt de tweede stap. Voorspel. Want dan gaat iemand met zijn hoofd al helemaal van, oh, dat wordt hartstikke zwellen straks. Die gaat er helemaal over nadenken. Ja. En dan gebeurt het al in iemands hoofd. Maar wat je dan doet, is helemaal niks. Is niks doen. En je zou misschien denken, ja, ik zie jouw frons inderdaad. Huh? Niks doen, dat had ik ook. Dus je bent net zo, je ziet die penis. Je kijkt hem aan, in zijn ogen. Kijkt hem aan, ja, en dan, doe maar voor. Je doet niks. Niks doen. Ja. En ik denk ook, door niks te doen, hou je ook juist die spanning in de lucht. Oké, dan stap 3. Even spieken. Oh ja. Oh. Oh ja. Oké. 3 is het opbouwen. En als je dus nu die... Oh ja. Stel bij een penis, wat denken jullie dat het minst... Of stel je wilt het opbouwen... Ja, echt gewoon. Ik ben 6 dia's verder. Stel, je wilt het opbouwen, want dat is de stap. Waar zou je dan mee beginnen? Textuur. Textuur, ja. Textuur? Dat is, nee, dat is toch nee. Niet de derde? Jij hebt waarom kunnen wij dit zo slecht? We halen alles door de war. Natuurlijk. Ja, dat maakt toch niet uit? We nee, kunnen dat drietje maar daarom dacht ik dat het 1, 2, 3 nee, maar was. Je bent nu heel erg aan het afvallen voor de klas. Dan heb je een soort van rol in bed. En iets waar heel veel mensen helemaal goed op gaan... is een beetje dominantie. Want dan denk je van, dat vinden ze chill. Dan liggen ze daar zo, en dan kan jij het een beetje de leiding nemen. En hoe kan je dat, denk je, doen met je lichaam? Hoe kan je aantonen van, ik ben dominant? I'm in charge. Indringend aankijken? Heel zo. Goed. Ja, oh. Dit is onderdanig. Onderdanig. Grote ogen, naar boven kijken. En als je dominant bent, dan maak je je gezicht juist heel klein. En dan... Ja, nou, jij kijkt nu boos. Maar dan is het meer dit zo. Hij kan dat heel goed. Eerst maak je je ogen groot. Dat is echt heel erg van... Wat was dat nou? Submissive? Onderdanig. Oh ja, onderdanig. En nu doe je het tegenovergestelde. Maak je ogen maar eens klein. Oké, dan hebben we dit punt gehad. Yes. Dan. Kijk, nu komt hij. Nu gaan we jullie mind blowen. Nu komt echt het leerpunt van niet vandaag. Niet de penis blowen, maar de mind blowen. Want kijk, is... nu komt hij. Ze schrijft hem op. In blokletters. Niks doen. Aankijken, niks doen. En dan en niet heel lang, maar dan je voelt hem wel, hè? Dan die spanning, die bouwt zich zo erg op dat je gewoon die ander, die ontploft bijna. En die denkt alleen maar, pijp me alsjeblieft, pijp me alsjeblieft. Dan als laatste. Wie weet er deep throat tips? Nee, willen jullie.
Ik ga jullie nu, als je wil, deep throat tips geven. Even denken. Oh ja, als je gaat deep throaten, dan ga je het hoekje om. Dus het is niet gewoon dat het diep in je keel komt. Dus je kan bijvoorbeeld, als je op je knieën zit en je doet je kin een klein beetje omhoog, dan maak je die baan vrij. Of je gaat, als hier de bedrand is, ga je op de bedrand over de bedrand hangen. Dus en dan heb je ook een hele andere baan. Wat heel belangrijk is, is bij deep throaten dat je alles ontspant. Dus je keel is ontspannen. Dat kan je doen bijvoorbeeld door te gapen. Oh, ga maar relaxed. Oh, dan voel je gelijk al dat het ontspant. Oké. Okay. Nou, volgens mij... Ik denk we zijn aan het einde gekomen van deze cursus. Applaus voor jezelf. Nee, iedereen is geslaagd. Ja. Van harte gefeliciteerd. Ik ben echt super trots op jullie allemaal. Ja, ik ook. Ontzettend bedankt voor het meedoen. En ik hoop dat we jullie iets hebben geleerd. Mm-hmm. En vooral heel veel plezier met pijpen. En met niks doen. Zo. Dus, willen jullie elkaar nog een keer zien? Ja, buiten werk. Buiten werk? Ja. Zo, dat zei je snel. Zo, dat kwam echt heel snel. Pijpen, maar ik merkte wel dat het best stroef ging en misschien met meer oefenen dat het wel wat meer beter zou gaan, maar op basis hiervan, I'm sorry. Ja, ik vond het ook grappig dat je het zegt. Ik vond het ook echt heel stroef en ik vind het ook niet voor herhaling vatbaar. Ik zou wel graag de cursus willen volgen, dat vond ik wel heel leuk, maar geven, it's a no. Jij? Ik vond het wel heel leuk om te doen. Oh. Ja, ik vond het lesgeven heel leuk. Alleen, ja, het was wel heel veel informatie wat we snel moesten overbrengen. Veel voor jou. Dat snap ik. Ja, dat ging met petten boven, ja. Inderdaad. Ja. Heel goed. En en als het stil viel, dan vond ik het wel meteen niet meer leuk. En dat gebeurde wel af en toe. Dat snap ik. Maar goed, respect voor dat jij dit kan en doet. Zeker. Thanks. Ja, tot nooit meer ziens. Ja.